Welkom Leeuw bij jouw kaartlegging voor de advieskaarten. En het eerste wat ik hier ga doen, dat is ervoor zorgen dat alle kaarten klaar liggen op de tafel. Zo, dit zijn de kaarten die hier voor jou klaar liggen. De eerste kaart is de kaart van harmonie. Onenigheid treedt op als we ons proberen te verzetten tegen de natuurlijke stroom van het leven. Iedere fase in het leven heeft haar eigen unieke betekenis en doel. Iedere dag kan harmonieus zijn als we dat willen. De tweede kaart is de kaart van vriendelijkheid. Een vriendelijk gebaar wakkert je geloof in de kracht van de liefde weer aan. Vergeet niet vriendelijk te zijn voor jezelf. En dan hebben we een derde kaart, prestaties. Neem de tijd om na te denken over wat je tot nu toe hebt bereikt. Het is vaak gemakkelijk om te vergeten waar je bent begonnen en hoe ver je al bent gekomen. Erken de bijzondere reis die je leven is en wees er dankbaar voor. En het antwoord van de engelen hier is onwaarschijnlijk. Ik denk dat we die eigenlijk mogen linken aan de eerste kaart. Dat heeft te maken met weerstand. We geloven er niet in dat er iets wat we willen, dat dat kan gebeuren in ons leven. En ja, weerstand, dat is jou daartegen verzetten. En deze kaart van harmonie, die vraagt eigenlijk, ja, als jij je inderdaad gaat verzetten, als jij ervan uitgaat, ja, maar het gaat toch niet goed komen. Of er is een bepaalde andere manier van handelen nodig. Want Einstein heeft dat gezegd met andere woorden. Ja, als je altijd hetzelfde blijft doen, dan ga je ook altijd hetzelfde resultaat gaan krijgen. Dus wil je een ander resultaat, dan ga je iets anders moeten doen. Dus stel dat er hier nu jouw een situatie wordt opgelegd. Je kiest er zelf niet voor. Er wordt jouw situatie opgelegd waar die jou vraagt om anders te gaan handelen. Dan kan dat zijn dat je daar weerstand op gaat zetten. Dat je daar tegen gaat verzetten. Dat je dat eigenlijk niet wil. Want je bent toch gewoon om het op die andere manier te doen. Nu, ja, die andere manier gaf altijd dat bepaalde resultaat. Als jij nu een nieuw of een ander resultaat wilt, dan wordt er van jou ook verwacht om op een andere manier te gaan handelen, om op het anders te gaan doen. En een manier om het anders te gaan doen, is jou daar niet tegen te verzetten en gewoon laat het allemaal eens gebeuren. Ga een keer mee met de stroom. Laat eens een keer gebeuren hetgeen dat op jouw pad komt. Wees daarin flexibel in, pas jou daar naar aan. En je gaat daar iets uit leren. Je wordt ook gezegd van iedere fase in het leven heeft haar unieke betekenis en doel. Dus ja, als je meegaat met die nieuwe flow van dat anders handelen, van dat anders denken, ja, daar ga je nieuwe dingen uit leren. En misschien is het nu wel het moment om die nieuwe fase in te gaan, mee te gaan met de stroom en andere gedachten, andere overtuigingen en andere handelingen jouw eigen te maken om ook nieuwe dingen te kunnen gaan realiseren. Ik ga even naar deze kaart gaan, want zolang dat we hier in die weerstandsfase zitten van ja, het gaat toch niet goed komen, het zal toch niet lukken, of ja, dat anders doen, ik zie dat niet zitten. Dan zegt deze kaart, ja, maar kijk een keer naar even achterom, kijk eens even naar het verleden. Wat heb je eigenlijk allemaal gerealiseerd? Waartoe ben je eigenlijk allemaal wel in staat? En door eens even dat rijtje te gaan maken en ja, doe het hier voor de kleine dingen en doe het hier voor de grote dingen. Hè. De kleine dingen als in, ik heb vorige week een hele grote strijk gedaan en dat was een gigagrote strijk, maar ik heb hem toch maar even gedaan.
tot ik heb dat bepaald diploma behaald, tot ik heb mijn rijbewijs behaald, tot ik heb kinderen grootgebracht. Vul zelf het lijstje maar aan. Maar maak het lijstje van zowel de grote dingen als de kleine dingen. En dan ga je hier zien dat je eigenlijk tot heel veel in staat bent. Dan ga je fier en trots kunnen zijn op jezelf. En dan ga jij ook hier die weerstand waarschijnlijk, ga jij die hier kunnen loslaten. Want je gaat hier gaan beseffen waartoe jij allemaal in staat bent. Oké, dit vraagt een andere manier van handelen. Dit vraagt een andere manier van denken. Maar jij kan dat. Jij bent daartoe in staat. Want zie eens wat jij in het verleden allemaal gedaan hebt. En dan is het belangrijk om die vriendelijkheid. Uiteraard, wanneer je meegaat met die stroom. Dat jij vriendelijk bent naar de mensen rondom jou. Dat je die vanuit liefde benadert. Dat je vanuit ook een open geest, die flow, wat gaat dat allemaal met zich meebrengen? Wat gaan de mensen allemaal zeggen? Wat gaan de mensen allemaal doen? Hoe gaan wij met elkaar gaan interageren? En dergelijke meer. Maar wees ook vriendelijk voor jezelf. Want jij bent hier iets aan het doen waar dat je initieel had je er weerstand voor, maar je bent het hier wel aan het doen. Dus wees hier ook vriendelijk voor jezelf dat je toch die uitdaging aangaat. Zo, dit was jouw kaartlegging voor de advieskaarten. Fijn dat je keek en ik wens je nog een prettige dag.